Nog even een korte video. Wellicht vragen jullie af welk gereedschap gebruik ik om een camper te bouwen. Nou, dat zal ik jullie laten zien. Ik heb hier een tafel en dit is eigenlijk het meest voorkomende gereedschap wat ik gebruik. Ik heb natuurlijk nog veel meer gereedschap, ook nog staande machines. Maar dit is eigenlijk waar ik bijna alles mee doe. Nou, het zal het even laten zien. Dit is een spijkerpistool. Boormachine om grote gaten te boren. Een bijtel, Stanleymes, rolmaat, een fineliner. Heel fijn apparaatje. Schroeftol, een viltstift en een balpen. Stoffertje, hamertje, nietmachine. Decoupeerzaag, zuurmachine, waterpas. En dit is misschien wel het allerbelangrijkste wat ik gebruik. Die handzaag, daar zaag ik bijna alles mee. Alleen dat eikenhout heb ik gezaagd met de cirkelzaag. Maar eigenlijk zaag ik alles met de handzaag. Dat heb ik nog van mijn vader geleerd. Je kan het meest recht zagen met een handzaag. En je kan er zelfs gebogen lijnen... Dan kan je nog met de handzaag zagen. Nou, verder nog een kitspuit en de cirkelzaag. Nou, dat zijn dus de gereedschappen die ik gebruik om die camper te bouwen. Dus niks bijzonders eigenlijk.